mij, hè? Echt waar? Ja. Oh. Ik dacht dat wij gingen zwemmen. Nee, dus. Nee, ik ben helemaal niet te doen. Nou, waar die stappen uitspringen? Oh, Anno's shirt is helemaal in drie stukken. Ja, dan denk ik dat weet wie dat gedaan heeft. Ja, ik weet. Ja, ik had iemand had ik een beetje een zwart shirt, hè? Ja. Maar die had ik gewoon vastgepakt, maar die scheurde los uit je shirt. Ja, oeps. Ja, ik had op een gegeven moment een stuk rug vast en ik, oh. Maar uiteindelijk pak aan het bij, zeg maar dat we weer zijn, naar de andere kant. Hè. Toen pakte iemand weer bij de shirt, toen was die gewoon nog verder gescheurd. En daarna werd er nog weer bij de shirt gepakt, dat hij weer stukken. En dan weet je niet meer waar zijn shirt is. Hij heeft alleen maar een stuk mouw. Waar in ieder geval wat er nog van over is, ja. En nu heeft hij een shirt. Op het hek? Oh, gijsjesje. We gaan de basis op. Was Joey zo in slaap gevallen? Waar? Daar bij de kampvuur en zo. Ja, klopt, die was keimoe. Dus, nou, jullie waren allemaal heel moe. En zeg, als jongens niet eerder moe worden dan meiden? Ah, dat is onder. Ja, misschien minder snel merken, maar die zijn net zo snel moe.